Tijdens de afgelopen Xbox Developer Direct kreeg je. Ik denk ongeveer op de helft van de presentatie opeens een game te zien die niemand nog kende. En die niemand zag aankomen. Ik heb het over High Fi Rush. De um, game werd in één keer aangekondigd. We kregen beelden te zien. En daarna kwam de mededeling: deze game is per direct vanaf nu. Maintenant jetzt. Verkrijgbaar via Game Pass. En je kunt hem gewoon kopen, Steam, et cetera, et cetera. Zoiets, dat gegeven, dat noemen wij een Shadow Dropped Game. En Shadow Dropping, dat staat voor, uh, ze noemen het ook wel een Stealth Drop. Dat gaat uh, erom als je bijvoorbeeld een game, of misschien wel een serie of een film aankondigt. en dan ook meteen zegt: Je kunt hem nu bekijken, je kunt hem nu kopen. Shadow Dropping. En dat is iets wat eigenlijk de meeste developers en publishers niet doen. Het is namelijk nogal een risico. Uh, we hebben het er vaak over bij GameKings. Het verheugen op iets is iets heel erg wezenlijks als het gaat om PR. Je, je bouwt ergens naartoe. En kijk bijvoorbeeld naar een Hogwarts Legacy. Een game die er nu uh, bijna aan zit te komen. Ik, bedoel, ik heb de code bijna binnen en dan kunnen we ermee gaan spelen. Uh, dat is een game die. Waarvan we al weten dat hij gaat komen. Die is lang geleden aangekondigd. Hij is helaas ook een keer uitgesteld. Maar elke keer kregen we weer ietsje te zien. En dan gingen nog meer mensen zeggen van. Oh wat tof. En die zeiden dat tegen, weer, tegen hun vriendjes. En tegen hun vriendinnetjes. En die gingen het dan ook volgen. En et cetera, et cetera. Sneeuwbal effect. Steeds meer mensen die het tof gaan vinden. Nou, vroeger ging je dan allemaal pre-orderen. Moet je tegenwoordig niet doen. Wacht gewoon tot die game uit is. Maar in ieder geval. Mensen zaten klaar om die game dan ook te gaan halen. Want stel nou. Dat jij de... ...Xbox Developers Direct niet had gekeken. Genoeg mensen die dat niet hadden gedaan. Dan had je ook niet geweten dat Hi-Fi Rush er is. En als je dan ook geen social media volgt. Er zit dus een risico aan. Niet heel veel partijen gebruiken dus deze... ...ja, best wel bijzondere marketing... Uh, om hun games aan te kondigen. Maar... Het is niet de eerste keer dat dit ge uh, gebeurd is: shadow dropping. Ik heb een beetje een, een onderzoekje gedaan. Er zijn ook een aantal andere mensen die dat aan het doen waren. Bijvoorbeeld Giant Bomb. Uh, die houdt echt een lijst bij. Um, maar vraagt ook aan de community uh, of zij nog games kennen. Want uh, het gebeurt vaak genoeg. Ik denk dat het merendeel van uh, de shadow drops plaatsvinden op Steam. En dat het dan meestal gaat om echte hele kleine indie games uh, die ja goed uh, die sowieso al moeite hebben om PR uh, te maken die kunnen geen uh, 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 als het ware abri's inkopen spotjes inkopen op Twitch en, en YouTube die kunnen geen reclame maken op televisie uh, voor hun is het fucking moeilijk om uh, uh, um, um PR materiaal bij media te krijgen want die hebben al zoveel te doen ze kunnen geen perstripjes uh, betalen kortom voor hun is is het eigenlijk altijd gewoon van oké, okay, hier is de game. En, en gaan we lekker spelen. Vaak ook in een soort van early access. Daar richt ik me even niet op. Ik ga, het gaat mij een beetje om de triple e achtige games. De grote games. Uh, die met uh, de manier van shadow dropping zijn aangekondigd. En ik ga een beetje chronologisch uh, werken. Want een van de eerste games. Uh, grotere games. Uh, die dit deed, was. Entwined. Entwined. Een uh, ja, best wel een beetje indie-achtige... Bijzonder, uh, uh, bijzondere game. En die game werd in 2014... tijdens de PlayStation... Uh, persconferentie... aangekondigd... voor de PlayStation 4. En eigenlijk, bam... werd die ook meteen daarna... Uh, ja, je kon hem gaan spelen. Je kon hem gaan kopen. Je kon ermee aan de slag. En ik kan me dat nog herinneren. Volgens mij... Ik dacht dat ik hier ook bij aanwezig uh, was. En ik vind dit altijd op een of andere manier wel tof. Om in zo'n grote presentatie één game. En het hoeft niet eens. Ik kan me voorstellen dat je dat niet bij een Starfield doet. Echt zo'n triple A-blockbuster. Of bij een God of War. Daarvoor zijn die games te groot. Maar met dit soort games is het gewoon ongelooflijk tof. Als je weet dat heel veel mensen kijken. Heel veel mensen kijken. Dit was tijdens de E3, dus dan kijken er miljoenen mensen naar deze persconferentie. Uh, dat je op dat moment ook één game naar voren brengt en zegt: Bam, je kunt hem vanavond ook spelen. Waarom is dat slim? Omdat iedereen tijdens zo'n E3 game minded is, man. Je hebt de hele tijd vette shit zitten kijken. En dan is het toch fucking breed dat je in ieder geval iets mag gaan uitproberen meteen al. Hartstikke goede uh, marketingmethode. En voor uh, Entwined is het ook best wel goed geweest. Ik heb niet echt de exacte verkoopcijfers kunnen vinden. Maar de game heeft het volgens de developers best oké okay gedaan. Uh, een andere game die ik wil noemen, en dat was 27 april 2015, is best wel een grote race-game. Het is Dirt Rally. Dirt Rally, dus inderdaad. Uh, het was weliswaar niet de full-on game. Het was eigenlijk een beetje een early access dirt rally. Um, en die game heeft het volgens mij ook best wel goed gedaan, omdat er uiteindelijk ook een vervolg van is gekomen. Dus ook deze game is ge Een rally game, uh, een race game die ge wordt. Grote naam uh, vandaag de dag. Helaas uh, bestaat het niet meer. Uh, maar ja, ook een mooi, uh, uh, een, een, een mooi moment. Een andere game, en die kan ik me namelijk nog wel heel goed herinneren. En uh, dat was een massief een succes. Oftewel een massief succes, als je dat een beetje letterlijk vertaalt. Fallout Shelter, 14 juni 2015. 14 juni 2015 kwam uh, Bethesda met volgens mij. Ik, ja, goed, dan moet ik even kijken hoor, of dat, dat het nou richting. Ja, ze waren bezig met een grotere persconferentie rondom Fallout en de franchise, et cetera, et cetera. Als een soort van smaakmakertje voor wat er uiteindelijk ging, zou gaan komen, um, was daar opeens de aankondiging van: kijk, we hebben een mobiel, mobiele game gemaakt. Een game voor de mobile, heel simpel, uh, waarbij je shelters kan gaan bouwen. Hij heet Fallout Shelter. En het is available right now. Bam. Je kon hem gaan bingen, binnen hengelen. En in totaal hebben hou je vast 170 miljoen mensen. Nou ja, 170 miljoen keer is hij gedownload. Dus het zullen ongetwijfeld ook mensen dat een dubbel hebben gedownload. Maar goed, laat mij even in de waan. 170 miljoen mensen hebben deze Fallout Shelter gedownload. En dat is fucking slim. Het is een warmhoudertje. Uiteindelijk na nou bijvoorbeeld een Fallout uh, uh, 69... En, en uh, het houdt je een beetje in de vibe. Het houdt je af van het gemopper van fucking hell. Uh, ze laten wel wat zien, maar voorlopig kunnen we nog niks spelen. Je houdt mensen warm, je houdt mensen binnen je brand. Je, je zorgt ervoor dat de populariteit, dat het kaarsje van jouw franchise blijft branden. En Fallout Shelter was ook hartstikke leuk om te spelen. Dus dat is een andere manier van shadow dropping: niet de game zelf, maar meer uh, een, een, een kleine snippet, een klein stukje game geven, een kleinere game geven om ervoor te zorgen dat jouw franchise uh, in de picture blijft. Um, dan. 9 juni 2018, toen kwam EA tijdens EA Play. En uh, die hebben daar wel een beetje een handje van dat ze dat doen. Want een jaar daarna deden ze het weer, maar dan met een andere titel. Uh, kwamen ze met de opvolger van Unravel, oftewel Unravel 2. De game met volgens mij de bolletjes wol. Uh, die uh, gewoon vrolijk door de wereld heen aan het dartelen zijn. Um, het, ja, okay, het, het is een indie, maar. Het is dan wel een wat grotere indie. Er zit echt wel een, een goede studio achter. En EA doet gewoon af en toe van dat soort uh, wat grotere uh, uh, indie games. Doe It Takes Two heb je nu ook, weet je wel. Dat zijn van die speciale games. Ja, ik noem het altijd een beetje een excuustruus. Zo van, we doen eigenlijk hele commerciële shit. Uh, maar, zie je wel, we doen ook indies. We hebben ook liefde voor de indies. Nou goed, whatever. Um, het is een toffe game. En het werd aangekondigd. En bam, je kon het ook meteen spelen. Ehm... Um, of het succesvol is geweest, ik heb het proberen uit te zoeken. Maar ik kan geen verkoopcijfers vinden. Dat is sowieso ontzettend moeilijk voor games. Uh, de developers hebben er zichzelf ook niet over uitgelaten. En ik heb nog nergens gehoord dat er een vervolg zou gaan komen. Ik zou het jammer vinden, want dit was wel echt. hoge mate van cuteness. Het was ook nog best wel leuk om te spelen. En uh, een ideale game, wat mij betreft, een ideale game om. De uh, Shadow Het is gewoon weer zoiets kleins. Je weet wel, onderdeel van een grotere uh, uh, perspresentatie waar misschien allemaal games bij zitten die voorlopig nog niet speelbaar zijn. Waardoor mensen iets hebben van ja, het is allemaal wel vet, maar ik kan het nog niet spelen. En dan krijg je wat en dan ga je het misschien ook spelen. Dit is zo'n game. Als je dit los gaat brengen en je doet het een hele andere maand en je gaat daar een video over maken, dan krijgt het lang niet zoveel views en lang niet zoveel traction als dat je het binnen een geheel van een grotere persconferentie zomaar even dropt en dan meteen zegt: Je kunt het nu gaan spelen. Het is gewoon een slimme marketing truc. Uh, dan gaan we naar 4 februari 2019 en dat is eigenlijk toch wel, als we het hebben over de shadow drop games, de lijst aan uh, stelt drop games. Dit is toch wel de grote bombshell um, En het is wederom EA. Het is wederom tijdens een EA play en het gaat over Apex Legends. Apex Legends werd zomaar aangekondigd. En ik kan me nog herinneren uh, dat we eigenlijk met z'n allen een beetje sceptisch waren. En zoiets so hadden van, oké, okay, maar dit, ja weet je wel, je hebt Fortnite en uh, PUBG, dit gaat, het. dit gaat het niet redden. Dit is weer een van de vele Battle Royale games. Ik zat er volledig naast. Dit is nog steeds een van de meest populaire Battle Royale games. Uh, in 2022, oktober uh, toen seizoen 14 uitkwam. Uh, toen hadden ze opeens een all-time high peak met 510.000 gelijktijdige spelers op Steam. Dus alleen op Steam al. Maar deze game werd dus gewoon gesteldropt. In één keer, bam, we hebben hem. We hebben iets gemaakt. Gdang, je kunt hem nu gaan spelen. En je hebt aan de ene kant dus die wat kleinere games die je... Geeft als een soort van opvulling uh, binnen, uh, binnen, binnen zo'n grote persconferentie. Omdat je iets hebt van: oké, okay, weet je wel, uh, je wil mensen ook iets geven. Voor die kleinere games is het een ideale tool. Als het maar niet op zichzelf staat. Maar als het maar een onderdeel is van zo'n grote persconferentie. En het werkt ook heel erg goed bij uh, dit soort free-to-play Battle Royale games. Omdat uh, je ziet het. En als je dan vervolgens uh, maanden gaat wachten tot de release. Ja, winkels gaan hem niet verkopen. Dus er wordt ook niet echt reclame voor gemaakt. Je gaat eh, voor free-to-play maken mensen niet zo heel vaak reclame. Dan is het ideaal om tijdens een grote persconferentie. Om dan te zeggen: van... Dude, dit hebben we gemaakt. En je kunt er nu gewoon mee aan de gang. Vanaf vanavond download die shit. En ga ermee spelen. En dat gebeurde ook. In het begin was het nog wat langzaam. Maar EA heeft deze game wel. Uh, uh, echt omarmd is het blijven voeden. En inmiddels is het eigenlijk niet meer weg te denken. Ik vind het ook heel erg fijn spelen. En ik speel het eigenlijk regelmatig nog wel op mijn mobiele telefoon. Uh, 13 februari 2019 uh, kwam Tetris 99. Die werd tijdens een Nintendo Direct. En Nintendo is ook weer zo'n partij die regelmatig tijdens een Direct um, een game gewoon uh, shadow dropt. Dus gewoon in één keer vanuit het niks. Gewoon die game laat. Uh, uh, komen zodat je hem kan spelen. Tetris 99. Ik, ik vind het een van de meest brede versies van Tetris. Ik heb dit veel gespeeld hier op de redactie. We hadden toen een vrouwelijke stagiair die dit alleen maar aan het spelen was. Uh, en we probeerden een uh, ja, soort van battle met wie de, de, de hoogste score had. Dat, het was fucking verslavend deze game. Wederom een perfect voorbeeld van een type game klein. Leuk uh, wordt iedereen blij van uh, die je ideaal kan uh, gebruiken voor een shadow drop en uh, het is ook uitermate succesvol geweest. Deze game heeft echt heel erg hoog gescoord, ook bij de media omdat het gewoon hartstikke goed in elkaar uh, zat. Um, ik heb er nog een paar, uh, nee, ik heb er eigenlijk nog maar twee: Castlevania Advanced Collection, ook tijdens de Nintendo Direct in 2000. 21. En daar laat ik dus weer mee zien dat Nintendo dit soort dingen vaak doet tijdens hun direct. Nintendo is sowieso een partij die um, een game pas echt aankondigt als hij ook bijna af is. Uh, en, en bijna in de winkels ligt, wil ik uh, bedoel ik te zeggen. Ehm. Uh, um, Kijk, bij een zelda is dat wat anders, maar over het algemeen uh, konden ze aan En dan zeggen ze: Het weet je wel, binnen één of twee maanden, bam, dan is de launch. Dat is niet Shadow droppen, uh, maar Nintendo is niet zo van: Oké, okay, twee jaar van tevoren ga ik al ongeveer lopen roepen in welke window het uit gaat komen. En een jaar van tevoren gooi ik al een release datum uh, in de mix. Uh, zij wachten daarop mee, maar dit is weer zo'n game. Het is een kleinood, het is niet groot genoeg om. Een aparte direct om te doen. Of losstaand, gewoon ergens midden in een maand een video over te maken. Dan pakt niemand het op. Maar tijdens zo'n Nintendo Direct. Waarin iedereen happy is. Iedereen zoiets heeft van. Oh, er komen leuke games aan. Ik wil spelen. Is zo'n Castlevania Advance Collection. Gewoon een hartstikke leuke uh, 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 ja, gift. Naar jouw fans toe. Dat doen ze dus slim. En dan komen we uiteindelijk bij. Hi-Fi Rush uit 25, jaren, 25 januari 2023. Je ziet dus, het gebeurt binnen de grote industrie niet heel erg vaak. Uh, en je moet dat dus uitmikken, dat heb ik nu ook al gezegd. Een bepaald type game werkt het heel goed. Uh, een kleinere game en bijvoorbeeld een free-to-play game. En Hi-Fi Rush was ook weer zo'n wat kleinere game. Hij is gemaakt, overigens, nog voordat er een deal was. Eh. Uh, uh, tussen Microsoft en, uh, Beth en Bethesda. Toen waren ze nog niet gekocht. Dus het is eigenlijk al een stand alone game. Het was een droom game van een van de medewerkers uh, van Shinji Mikami. En hij heeft dat mogen maken. Uiteindelijk heeft Microsoft gedacht van hé, hey, maar dit is een wat kleinere game. Als we dit helemaal. Alleen gaan brengen. Zullen misschien heel veel mensen denken.? Van ja, jezus, dan komen ze weer met zoiets kleins? Weet je wel, ik wil Starfield, ik wil Fable, ik wil een fout. Uh, uh, game Pass is alleen maar middelmatige bagger. Uh, ik denk dat zij gedacht hebben: van... Maar wat nou, als we deze game gewoon in één keer. Gewoon zo, bam, tijdens die persconferentie tussen de wat grotere games neerzetten. Van hey kijk eens, we hebben, we hebben nog iets tofs voor jullie. Voor Game Pass-fans, uh, en voor Xbox-fans, en PlayStation-fans, en PC-fans. En je kunt er nu mee aan de slag. Bam, vanaf nu. Dat hebben ze gedaan, en dat heeft ze geen windeieren uh, gelegd. Deze game is. Waanzinnig goed gereviewd inmiddels al. Wij gaan dat ook nog doen, we zijn er druk mee aan het spelen. Uh, maar als je kijkt naar de verkoopcijfers, heb ik even gekeken naar Steam. Uh, hij staat op, uh, tijdens, het, uh, tijdens de research voor dit evenement, stond hij op nummer 6. Uh, boven hem stonden echt de hele grote games. Hogwarts Legacy, de Pre-Order, um, Dead Space, die net uit was, Remake. Uh, en dan Counter-Strike Go en Destiny 2, die er altijd wel bij staan. Maar dat is echt gigantisch goed. En let wel, met Ultimate, met Game Pass Ultimate, kun je deze game gratis naar binnen halen. Uh, Steam is gewoon betalen. En uh, om even een leuk, uh, stekelig vergelijkje te maken: voor Spoken, die eigenlijk ook die week uitkwam, de grote blockbuster uh, voor de PlayStation 5 en de PC, uh, die stond op nummer 20 ergens, 24, ver daaronder. Dus een game die min of meer gratis was, uh, wint het dus van een game uh, die exclusief is. Uh, ja, goed. Ik, het is misschien niet zo'n goede vergelijking, want High Rush is wel een goede game. En uh, voorspoken was dat in vele opzichten niet. Maar het laat zien dat als je goed timed, als je weet bij welke game je het wel doet en op welk moment je het doet en tussen welke content, uh, dat je met shadow dropping heel goed scoort. Ik ben er absoluut een voorstander van. Uh, als dit tijdens de E3 gebeurde, vond ik het altijd echt heel erg tof, omdat het op een of andere manier door die vibe wilde je het dan meteen spelen. Terwijl waarschijnlijk als je het ergens in de winter had gehoord, had je het niet gewild. Uh, het is slim, maar je moet het niet te vaak doen. Het werkt zeker niet voor alle games. Voor Hi-Fi Rush dus wel.